Hey beste koetjes, welkom bij een nieuwe aflevering van Dead Space. Ook wel de dode ruimte. We zitten nog steeds lekker op een plek waar veel dood is en verderf. Zoals de game nou al duidelijk liet blijken. Ik weet niet waar we vorige keer gebleven waren. We zitten volgens mij op het laatste deel van deze serie. En dat is mooi, want ik heb weer een hele leuke nieuwe serie in gedachten. Ik ga nog niet vertellen welke. Wat is dit? Een audiolog? I don't care. Ik doe wat ik wil. Ik luister niet naar audiologs. Ook al kan die audiolog me misschien mijn leven redden. Maar dat boeit me niet. Ik weet het weer. De vorige keer hebben we we moesten iets op een meteoriet plakken. We hebben een van de twee dingen die we op de meteoriet moeten plakken, hebben we tenminste ergens vandaag gehaald. Dat was het hele plan. Ik heb trouwens echt fucking veel shit bij me volgens mij. Ik moet even wat shit weggooien. Dat deed ik het ook weer. Hier zo. Ik zie dat we weer heel veel van deze meuk hebben. Van de plasma energie en heel veel Ripper Blades. Dus ja, dan gaan we lekker Ripper Blades gebruiken. M4, dat is ook een wapen, maar niet, die vinden wij hier niet, denk ik. Teamwork, improve safety. Nee, dat doet het niet. Ik werk samen met Hammond en hij is dood volgens mij. Waar de effing hell zijn we beland? Serieus, we hebben weer van die vliegende schaamlippen, dus... Oh, dit wapen heb ik per ongeluk gepakt, dat is niet de bedoeling. Deze had ik nodig, ik dacht al, wat is deze nou weer daar geworden? Maar dat verklaart het waarom die daar was geworden, met de Ripper. Ben vergeten hoe deze heet. Verdomme game, verdomme, waarom doe je me dit aan? Waarom ben ik vergeten hoe het heet? Contact Energy, nee dank je. Jij leeft nog? Waarom dan? Het is niet aardig. Je hebt geen hoofd meer. Dan hoor je niet te leven. Dat is in een 10-19-9 van het in ieder geval. Als je geen hoofd hebt, dan hoor je niet te leven. Feit. Ik heb het wetenschappelijk onderzocht. Zo, droppen we deze poep. Geen letterlijke poep. Want dat hebben we altijd nodig, poep. Zit geld of weer een audiolog? Nou, laten we toch een audiologje oppakken. Oeh, cult semiconductor, die nemen we mee. Wat ook een Ruby semiconductor, die is een robijn. Niet het wasmiddel, maar iets anders. We moeten er weer even wat droppen. Ik denk dat ik dan de status pack drop ik wel. Dan geef me de marker stift. Harder. Schiet hem. Geen idee waar het over gaat. Iets met die markeerstift die we dus van die planeet gejat hebben, die hier onder ons ligt. En dat dit allemaal gestart heeft. Oh, hallo! Ik merk jou niet eens. Mooi, als jij me niet, dus ik jou niet merk, merk jij me ook niet, hoop ik. Moeten we deze nou ons toetrekken? Yep, dit liftje. Hij gaat niet zo snel, dat vind ik een beetje, dat is een beetje teleurstellend dat hij niet zo snel gaat. Ik wil een beetje snel deze game heen gaan. Ik vind het wel leuk geweest, deze game. Goed, we zitten dus nu weer op een lift. Niet een horrorfilm, maar gewoon op een liftding. En dan krijgen we zo'n ding. Wat ben jij eigenlijk? Zijn we jou eerder tegengekomen? Ik kan niet herinneren dat wel zo was. Ja, dan schieten we tentakel op of zo. Woep. En dan is hij zo van, what? En ik pak dat op en dat werkt dus niet. Kom hier. Kom hier, bitch. Als we die nou erop gooien op hem. Kijk, boom. Werkte dat? Nee, ik heb er zelf wel damage gedaan. Nou ja, dat gebeurt. Dat gebeurt in het leuke leventje van Isaac Newton. Hier zo. Ja, even laden. Hoppakee. Ik heb fucking jeuk op mijn voet. Oké, jij even stuk, dankjewel. Jij ook stuk? Nee, niet. Ja, nou, ik zou het weigeren van hebben als je stuk ging. Maar ja, als jij dat niet zo vindt, dat is niet mijn probleem. Maar eigenlijk wel mijn probleem. Ja, toch wel. Geef me die M alsjeblieft, dankjewel. Ja, Pulse Energy. Mooi, mooi, mooi. Dat hebben we nodig. Maar dat is allemaal? Volgens mij wel. Nou, that was easy. Ik moet eigenlijk zo'n knop hebben. Nee, dat drukte er wel. That was easy. Die bestaan. Ik weet alleen niet waar je koopt. Volgens mij in de kantoorhandel of zo. Kun je me dat opsturen als verjaardagscadeautje of zo? Ik ben jaren vandaag. Nou, maar heb ik ook dit idioot hoedje op. Goed, dat was intens, maar niet heus. Het was gewoon een beetje dingen als schieten. Kan ik er nu uit, alsjeblieft, game? Of moeten we nog wat belangrijks doen hier? Wat is het idee? Oh. Wie de fuck ben jij nou weer? Oh, mijn vriendin, dat is waar ook. Weet je, Isaac, ik zou het niet helemaal vertrouwen, weet je. We moeten zeker die kant op. Nee, niet. Ik zou het niet helemaal vertrouwen. Als je je vriendin een soort hallucinatie ziet, dan... ik kan me dan voorstellen dat je dan... Of gestoord bent. Of B, helemaal aan het trippen bent. Of ze is het echt hoor, dat kan ook. Maar dat, ik zou niet echt helemaal geloven dat de echter het is. Maar ja, dat merken we dan wel weer. Als we ons ingewanden uitgereten worden door een of andere monster. Altijd genieten. Kan je niet gewoon doodschieten? Kut. Nou, dat werkt dus niet. Oké, doe dat lekker. Lekker op de trekker, vind ik lekker. Ja, maar het fijne is, we kunnen ook niet bij haar komen. Dus we kunnen ook niet echt bevestigen of ze nou echt is of niet. Als die deur openmaakt, dan kunnen we toch wel redelijk bevestigen dat ze echt is. Want, ja. Hallo,
Moeten we dat zeker doodschieten? Ja, dat kunnen we niet. Wat ben jij nou weer? Ben jij nieuw? Jij bent een nieuwe volgens mij. Daar gedaan. Oh, nog meer? Hallo. Kut, nog even dit ding pakken. Dit ding. Nee, niet je. Niet doen, dat is niet aardig. Niet mijn vriendin aanvallen, die is aardig. Jij niet. Zo, die is dood. Moet wel zeker verdedigen totdat ze het ding open gegooid hebben. Want ja, zo werkt dat natuurlijk lekker. Kunnen we niet gewoon dit op haar gooien of zo, dat ze dood gaat? Zo ben ik dan weer. Het eerste vriendelijk personage in de game die u tegen zijn gekomen. Goh, laten we die doodmaken. Geweldig. Zo ben ik dan weer. Wat is dit voor de. Contact energy. Nee, dat zoek ik niet. Ik kom je helpen, schatje. Oh, jij bent die beschatje. Gaat weg. Gaat heen, monsterspuis. Ik moet mijn vriendin redden, ja. Want die wordt een beetje in elkaar gemapt. Boom. Jij dood? Nee. Jij wel nu? Ja. Leef nog? Nu ben je dood. Ik kan nu al van uitgaan dat ze dood zijn, of niet? Volgens mij wel. Doe gewoon even die poort open, jij stomme bitch. Zo moeilijk lijkt het me toch ook weer niet? Wel soms. Oh, oh, hallo. Kom eens daar weer uit. Godsamme. Ik moet gewoon even opletten waar ik mee bezig ben. En niet telkens achter me kijken of daar wat is. Voor mij gaat zij überhaupt wel dood. Maar is ze dood of niet? Nee, ze leeft nog. Dat had ik niet verwacht. Eerlijk gezegd, als ik eerlijk moet zijn, had ik niet verwacht dat zij het dat zij ondertussen nog leeft. Nu moet je er echt even op donderen, jij. Anders maak ik je dood. Oh ja, Nicole has died. Oké, zij is dus echt. Want als ze dood was gegaan, dan had het. En we hadden gewoon dood verder kunnen gaan. Dan was het dus niet echt, gok ik. Maar het is redelijk belangrijk dat zij leeft, weet je? Dit vind ik best wel kut, Missy, momenteel. Want hij moet verdedigen. Sterf. Schiet je benen af. Maar dat mag dus niet. Ik help je wel. Ik pak meteen even zo'n ding. En die gooi ik wel voor een vijandje af. Moet hij het eerste moment dat hij er komt, moet ik hem wegblazen. Kom maar, vijandje. Laat je hoofd maar zien. En weg is je hoofd. Kaboom! Geweldig deze game. Overal bloed en organen en puin in de meuk. Hartstikke leuk. Hartstikke lachen. Oké, komt er nog wat van? 5, 6, 7, 8. We wachten al zo lang. Ja. Kaboom! Dat werkte niet. Nou, als we zijn benen afschieten, dan maakt het al een stukje moeilijker voor hem. Of het. Of haar. Ik weet het niet. Het is heel moeilijk, nog steeds heel moeilijk geslacht te bepalen hier. Hey, Ripper Blades, nice. We kunnen ook met organen gooien naar vijand natuurlijk. Oh, als we daar zin in hebben. Maar we kunnen ook gewoon de benen eraf schieten. En dat is heel verwarrend, want er ligt één lijk op de andere. En dan weet ik niet welke nou functioneert of niet. Nou, jij functioneert überhaupt niet. Jij bent niet functioneel. Oh, jij hebt genomen. Oh, ik kom je helpen, Nicole. Nee, niet doodgaan. Niet doodgaan, baby. Don't die. Zo, die is dood. Dat ding is dood. Ik kom nog niet, maar ik wil je helpen. Oh fuck! Oké, je kan haar dus wel damagen. Doei! Dat was makkelijk. Oh mijn god. Ja, je kan haar dus wel damagen. Het is natuurlijk niet de bedoeling, maar het kan. Het kan wel. Ik ben een verschrikkelijke aardbei. Ik moet het niet doen zo. Is die deur ondertussen al zet? Kan ik niet gewoon even een matpikje naar de gooien? Oké, mooi. Oef, dat duurde even. Hier, cadeautje van mij, schatje. Pokken. Oh, oké, ja, natuurlijk. Schop die lijken me allemaal ver. Dus het boeit er ook helemaal niks. Waar komen ze eigenlijk vandaan? Is dat gewoon een groot schaap met zwart gat? Net als je moeder ze deed. ja, zo zien we wel. Oké, daar is dus de SOS beacon. Dat is de beacon die goed is. Ik heb een schematic opgepakt. Ik weet niet van wat. Wat is dat dan? Even wat dumpen. Ja, de Ripper Blades. Nog wat Ripper Blades. Dan hebben we toch een scheid. Genoeg aan. Level 4 suit, eindelijk! Oh, die is zo fijn. Contact, energy, beam, pulse rounds. Die bedoelde ik eigenlijk. Ik denk het ook niet. Voor mij is Hammond wordt de eindbaas. De eindbaas. Moet zeker dat hele percent weer teruglopen. Ach, altijd fijn. Dan moeten we op dezezelfde manier als we heen gekomen, moeten we weer terug. En dat betekent weer allemaal dingen doodschieten. Maar waar de fuck komen ze nou eigenlijk vandaan, joh? Ze komen opeens daar vandaan. Oké, daar is ook nog doorgaan. Daar is waarschijnlijk vandaag gekomen. Maar hoe groot is de kans dat we elkaar exact op dit punt treffen op het schip? Dit schip is best wel huge. Zoals we achter zijn gekomen. Het is ongeveer net zo groot als een, ik zou zeggen, een stad of zo. Ja, hoe groot is de kans dat we zonder ergens afgesproken te hebben elkaar gewoon ontmoet hebben? Nou, die kans is gewoon minimaal. Ik heb wiskunde aangedaan en ik kan dat berekenen. Maar ja, dat doe ik lekker niet. Weet je waarom? Omdat het vakantie is. En daar ben ik te lui voor. Jij moet ook even dood, alsjeblieft. Kaboom!
Ah, dat is altijd zo fijn, zo'n knal. Oh nee, niet die weer. Ik wil hem zijn Hydra's voortaan, omdat Hydra heeft ook zo'n Hydra, dat is ook zo'n mythisch monster. Die heeft ook meerdere koppen, net als dit ding. Nou, niet echt koppen, maar ja. Het heeft wel een soort tentacle, hentai-achtige dingen. Die ons dood willen hebben. Help alsjeblieft, dankjewel. Oké, nu staat deze er opeens ook bij. Maar dat kunnen we op een hele makkelijke manier oplossen. Burn them all! Oh nee, dat was niet helemaal de bedoeling. Ik hoop ze eigenlijk allebei te pakken. Maar ja, je kan het alles hebben in de wereld. Dus dan maar op deze manier. Oh, die leeft ook nog, die tentakel. Octo Tortellini. Ik doe het voor Octo Tortellini. Daar staat iets voor me, of niet? Oh, hallo, jullie zien er weer heel gezellig uit. Kijk, contact beam energy. Kaboom! Niet dan? Oké, dit werkt dus voor geen ene meter. Oh nee, dit werkt voor geen ene gieter. Dat ook niet. Bam, foto eraf. Nu zijn er zitten voetes. Grapje. Nou, kan ik beter kunnen doen met de baby's die dan ook komen. Maar ja, denk nu eens aan. Kan dit ding stuk? Wat gebeurt als ik dit ding omhaal een stuk schiet? Oh, dat was heel random. Hoofd. Opeens eraf. Lijkt nog maar 7. Ik ben bang dat er een bos achter deze deur. Nee, weet je. Laat ik het niet doen. Laat ik het niet 7. Laat ik gewoon doorgaan met wat op ons afgeworpen wordt. Ik denk dat we kunnen wel redelijk alles goed overleven tot nu toe. Dus ja. Mining moeten we naartoe? Oké, dat lukt. Dat lukt voor ons wel. Oh, die nemen we mee. Oké, doei Slimpy. Ik noem je gewoon Slimpy. Vind ik een leuke naam. En nu zit hij er vast daar ergens. Nu valt hij ergens de mijnschacht in. Dat is eigenlijk wel een hele onreële angst in real life om in de mijnschacht vast te zitten. Behalve als je Minecraft zit. Waarom heb ik een mijnschacht? Het is fucking liftschacht. Is het zo moeilijk? Ja, dat is heel moeilijk. Wat is hier gebeurd? Waarom zitten ze allemaal hier opeens vast? Gekheid. Is allemaal stoom. Dat moet dicht. We moeten hier nog wat doen. We moeten ook van die dingen die de asteroïden op zijn plaats houden, moeten ook nog even vernietigen. Maar dat komt zo wel. We moeten eerst even andere zaken reguleren. Oké, hier kunnen we dus onder stroom staan. Dat gaat waarschijnlijk. Ik ben geen expert. Maar elk gevaar dat wij tegenkomen, daar gaan we toch redelijk dood aan. Ik weet niet hoe we het flikken, maar dat gebeurt gewoon. We stappen gewoon weer op iets wat dat tegen het plafond smaakt. We klappen op een stel spikes. Gewoon de gewone, leuke, sexy dingen die gebeuren in Dead Space. Oké. Wat gebeurt. Oh, hij pakt het lijk. Dat gebeurde er. Ik dacht even, dat is een nieuw monster waar we tegen moeten vechten. Maar dat geluk hebben we niet vandaag, dat we nieuw monster treffen. Het is wel leuk nieuw monster treffen, want deze. Ik vind ze een beetje easy. Misschien omdat we ook op easy spelen. No shit dan eigenlijk. Kijk, supplies, dat moeten we hebben. Dat is een leuke. Oh nee, dit is geen leuk supplies. Dit is geen leuk kerstcadeautje of verjaardagscadeautje. Nee, die kuttingen. Gelukkig was er geen horde ervan. Dat scheelt dan ook weer. Credits, jouw pulse rounds. Ah, ik wil graag pulse rounds, alsjeblieft. Komen we nou een store tegen? Dat is geen store. Moeten we die in de meenemen of zo? Wat is dit? Oh, daar is een store. Nice. Mooi, dan gaan we even daar de gold conductors verkopen en de ruby conductor. Ruby. Na. Ik ga even kopen hier bij deze store, hoor. Want dat is heel veel geld waard. Ruby. Lieve vers suit. Of vier suit. Die gaan we nog lekker upgraden, dus. Are you sure? Yes. We hebben toch helemaal geen hond aan. Het staat zelfs bij dat je het eigenlijk praktisch moet verkopen. Level 4 suit. Hoeveel kost die? 35.000. We hebben net niet aan genoeg. Dat is flauw. Game, dat is heel flauw. Nou, gaan we twee status packs verkopen. Die gebruiken we toch niet echt. Level 4 suit. La-di-da-di-da. Ik weet niet of we nou meer health krijgen of... Nee, we kunnen meer dragen. En we hebben het volgens mij het laatste gedeelte van het suit helemaal. Is tenminste ook mijn booty geprotect. Mijn kontje. Zodat die niet meer gegeven kunnen worden door de monsters. Ik ga dan heel ongepaste dingen mee doen. Maar nu wordt die... Dus even zo'n laserstraal over me heen gedaan. Als een soort MRI scan. En kijk eens aan. Isaac in zijn volle geüpgrade suit. We hebben niet meer health nu erbij of zo. Maar ja, dat maakt niet per se uit. We hebben wel gewoon swag. Swag. Maar dan op z'n Duits. Zwag. We hebben een hele grote zwag. Oké, nou, de shop is voor de rest wel goed. We hebben voor de rest geen andere dingen die we nodig hebben. Dus het is mooi geweest zo. Dan gaan we verder op onze epische avonturen in de dode ruimte. Is dit geld? Audio log. Nou, we toch een testpack gevonden. Wow. Minipack. I've seen what they do to the bodies. What they become. I can't let that happen to me. At least if I don't have any limbs, I won't be able to kill anyone when I'm infected. Wacht, hij snapt. And the kids. I love them. Things! Oh god!
Ik ben eigenlijk sadistisch dat ik hierom moet lachen, maar het is gewoon zo droog. Hij maakt ze, wat er dus eigenlijk gebeurde, die gast die werd dus geïnfecteerd. En als hij zijn lichaamsdeel eraf snijdt, dan kan hij dus niet dood. Of dan kan hij dus niet weer tot leven komen en dat hij gebruikt wordt. Nou, deze film heette Ripper, hoppakee. We hebben heel wat notes gebruikt. We hadden dus 6 bij ons. Dat had ik echt niet verwacht. Ik denk, ik heb maar een stuk of twee. Maar dat valt dus. Waar de hel kom jij opeens vandaan? Was jij diegene waar we net de audio log van luisteren? Waarschijnlijk niet. Jij hebt nog lichaamsdelen. Dus dat geloof ik dus niet. That was easy. Kaboom! Nee, ik wil je hoofd eraf trappen. Dat was de bedoeling. Zo, nu is hij wel dood. Dat is wat ze. Pulse rounds? Yes, please. Die zijn hartstikke handig. Maar goed, die kant weer op. Want we zijn wel leuk en aardig deze kant opgelopen. Maar ik weet niet of we hier echt moeten zijn. Laat ik het nu wel versaven. Daar zat een mooi save station. Ik wou eigenlijk niet saven voordat we bij de lift stonden. Want mocht ik dan doodgaan, moeten we weer de relatering lift nemen. Dus neem ik liever het risico dat we een stukje doorlopen. En dat we dan waarschijnlijk wel weer een nieuwe save station vinden, zoals hier. Zo. Hier is blijkbaar iets verkeerd of zo. Iets kapot. Tenminste, daar lijkt het echt heel erg gigantisch op. Hier kunnen we ook. Hier komen we net vandaan volgens mij. Hier heb je niks. Your safety is in your hands. Work safely today. Nou, ik heb een groot wapen en een veiligheidspak, dus dat moet wel lukken dat ik hier veilig werk. Maar ik gok dat wij hier dus die lift moeten, of we moeten dus dat power ding wat we eerder gevonden hadden bij de andere kant daar, die moeten we meenemen. Maar ik denk dat we eerst naar de volgende verdieping moeten en daar we moeten uitschakelen in dit gedeelte. Dat gok ik hoor. Nee, ik weet 100% zeker, anders geven ze ons niet eens zo'n ding. Maar ze geven nu ons maar eentje en als ze twee gegeven hadden, dan was het natuurlijk een stukje makkelijker. Maar ja, het is geen horror game als het niet makkelijk is. Was het makkelijk? Het is geen orgaan als het makkelijk is, dat bedoel ik. Locked. Mining access key. Oh, gelukkig. Ik dacht even, maar die hadden we gelukkig nog. Ja. Jij bent dood? Jij bent dood. Ik zag je been nog een beetje bewegen, dus ik ging ervan uit dat je nog leefde. Maar dat is niet zo. Intense ruimtevappen weer. Yay. Wat is dit? Wat staat er nou? Heavenly bodies. Er stond heavenly boobs. Hemelse tieten. Geweldig. Geweldig deze game. Eerlijk, ik vind het best wel een heerlijk spel dit om wel te spelen. Behalve dat het best wel eentonig nu aan het worden is van loop van A naar B, doe dit, doe dat. Oh, dat is ding grote asteroïde. Tetons must be deactivated. De tetten moeten gedeactiveerd worden. Deactiveer alle tetten. Oké, hoe gaan we dat doen? Is er nog een of andere manier voor? Ik gok van wel. En we moeten dus weer helemaal terug. Maar goed, dat lukt wel, teruglopen. Daar zijn we goed in lopen. Dat doen we niet al de hele game. Nee, doen we inderdaad niet de hele game. We gebruiken ook nog wel eens de metro of de tram. Hoe je het ook wil noemen. Zou je weer lekker bewegen, rondjes lopen. Na 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 na. What the fuck? What the flying fuck? Waarom gaan we naar boven? Omdat ik zo daar deed? Is deze lift heel onaardig tegen mij omdat ik dat deed? Ik denk het wel. Iedereen is van deze asteroïde. De asteroïde is van iedereen. Nou, eigenlijk van mij. Ik heb hem gevonden. En wat je wil mag jou, zeggen ze. Dus geloven daar maar in. Oké, powerpack, kom maar hier. Dan nemen we die mee. Die Alexei's dingetje. Oep. Dat is niet goed. En dan ploft het opeens gewoon willekeurig. Nou, er gebeurt niks. Dus ja, mooi. Houden we dit zo. Dit gaat mogelijk even duren. We kunnen het niet snel laten gaan. Denk ik. Maar we kunnen wel vijanden mee slaan en pletten. Dus dat is ook wel weer mooi. Het goede nieuws is. We kunnen vijanden mee pletten. Het slechte nieuws is. Volgens mij niet. Wat was dat? Oh. Zo'n ding met zo'n hand. Nee. Die hebben van die granaathanden. Is hij dood? Dat waren ze allebei, gok ik. Nog meerdere of niet? Ik hoop niet, want die dingen zijn fucking irritant. Voor mij, als ze je slaan, dan ga je in één keer dood. Omdat ze zo'n granaat op hun hand hebben. Wat ligt hier voor moois? Oh, met pack. Daar zeg ik geen nee tegen. Zo, heel slow. Heel slow en steady. Brengen we hier naartoe. Naar de. Hier. Ja, steken we erin. Net precies zet. Maar ja, zo. Bloep. Man, waarom pas je niet in? Waar de fuck? Ja, dan opeens wel. Hier liggen opeens lichaamsdelen. Oh, dat was vast van die kerel die zichzelf zijn lichaamsdelen eraf schoot. Aangezien daar ligt. Oh, we gaan omlaag. Ik had verwacht dat het omhoog ging. Dus ik denk even, wat de fuck gebeurt er? Maar we gaan gewoon naar beneden en niet omhoog. Zoals ik in het begin dacht. Ah, oh, mijn tand deed opeens over daar. Ja, ah, vies. Auw, auw, pijn. Goed, zitten we hier weer. Hier weer. We zijn al eerder geweest. Wat is dat voor random shit hier ligt? Allemaal paper, papiergewichten en dergelijke. Dit is een lange gang en we weten allemaal wat dat betekent. Enemies. Ja, goed zo, kinderen. Is er heel wat nuttigs in? Nou, contact energy. En dat. Wat is hier? Timeline mining log penetrate went smoothly from this end, although there seemed to be have to be problems on the side and we temporarily lost contact with the colony. First rock ball was extracted from the tectonic load. It was 1 hour for planet crackers. Dat is even optimistic in blablabla. In ieder geval iets wat met die steen te maken heeft. Oh, weer een gold semiconductor. Halfgeleider. Die nemen we lekker mee. En om je geld, kan niet beter. Moeten we deze kant op überhaupt of niet? Voor mij gaan we hier in de zuurstofloze ruimte zitten of niet? Nee, wel zwaartekrachtloos, maar niet zuurstofloos.
Nu denk ik dat we deze dingen moeten uitschakelen, maar ik heb het minste idee hoe. Ik heb echt totaal geen idee van hoe in de flying fuck we die dingen moeten uitschakelen. Staat hier ergens een knopje of zo? Klinkt heel professioneel natuurlijk. Ah, gewoon een knopje uitschakelen. Ik hoor iets. Wat gebeurt er? Ik sta hierbij en opeens gebeurde dit. Oh! Oh, hallo! Ik zag je helemaal niet, joh. Malle kerel. Malle vent. Had gewoon even duidelijk gemaakt dat je langskwam. Dan had ik koffie gezet en thee. En dat misschien een gebakje geregeld. Maar nee. Jij moet me zo vervelend doen en me aanvallen. Wat zou ik moeten doen? Wat ik doe? Ik moet zeggen dat ik... Oh, dan moet ik hier naar boven. Moet ik op die fucking steen springen? En dan moet ik vast en zeker niet door dat ding geraakt worden, of wel? Ik ga nog steeds uit van niet. Hallo? Waar kun jij best vandaan? Weg hier. Voor mij gaat dat ding... Oeh, ik ben bijna door dat ding op zeep geholpen. Dat is even zo minder als dat gebeurt. Waarom moet ik nou eigenlijk doen? Ik moet dus op de steen gaan staan en dan wat? Ja, op de steen. En dan moet ik hem uitzetten van een vier. Is dat het... Moet die dingen schieten of zo? Ik gok van niet. Nou, dat is altijd fijn. Geplet worden door zo'n ding. En bij deze gepletwording wil ik graag deze aflevering beëindigen van Dead Space. Laat een duimpje fractie achter en abonneer op Kardus Gameplay als je dit een leuke aflevering vond. Ik zie jullie de volgende keer weer en zeg daarom hier, laat.